Goedendag, we varen momenteel op de Vinkeveense Noordplas. Dat is de plas waar de ondergaande zon hier prachtig naar beneden gaat. En daar bevindt zich de Baamburgse Zuwe. Nou, aan de Baamburgse Zuwe heb je talloze type woningen. En waar wij zo meteen gaan kijken is bij een vrijstaande woning. Die kun je zien als een renovatieproject, maar ook eventueel voor nieuwbouw, dus als bouwkavel. Totale perceelschoten 1408 vierkante meter, maar daar zit ook een gedeelte water bij. De kavel is ongeveer 650 vierkante meter, plus er zit nog een klein stukje legakker bij en die zou ongeveer 50 meter moeten zijn. We gaan eens even kijken. Nou, wat wel heel erg mooi is, een stukje privacy is ook van belang, want het kan best druk zijn in de zomer met toeristen. Nou, de toeristen die varen achter de legakker. Dus je hebt eigenlijk hier eigenlijk een zone van ja, lekker, dat het lekker vrij is. Het is ook veilig, kinderen kunnen lekker zwemmen. Maar ja, vaarverkeer is maar beperkt. Het is eigenlijk alleen bestemmingsverkeer wat hier komt. Zo, we zijn er. Bij nummer 117A. We gaan twee dingen gaan we doen. We gaan het huis natuurlijk bekijken zometeen, maar ik wil u ook de bouwmogelijkheden vertellen. U ziet om u heen hier best wel een aantal villa's staan die een stuk groter zijn. En dat mag ook, want het bouwblok wat hier is, wat je mag van het hoofdgebouw, heeft een totale oppervlakte van ongeveer 114 vierkante meter. 7,5 meter breed, 15 meter diep. Binnen dat bouwblok mag je bouwen met een maximale groothoogte van 8 meter en daarbovenop nog eens een keer 5 meter voor de maximale bouwhoogte. Nou, dat is ruim zat, dan kun je een gigantische villa kun je daarvoor voor neerzetten. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om uitbouwen te maken. Een garage, een botenhuis, een tuinhuis, ja, noem maar op. Dat zijn ook nog mogelijkheden die volgens het bestemmingsplan mogen. Maar de woning is ook eventueel te renoveren en dat gaan we eerst bekijken. Je kan het eigenlijk aan het metselwerk al een beetje zien, maar dit gedeelte is ouder dan het gedeelte hierachter. Dit was van 1953 gebouwd, ook met spouw en onderheid met palen. En dit gedeelte in 1999. Je hebt hier dus nog een stukje naar de bijkeuken, de achterdeur, maar we gaan nu naar de voordeur. Nou, de binnenzijde van de woning, ja, valt op dat er nog heel veel originele details in zitten. We hebben bakkelieten schakelaars. Deze afwerking natuurlijk. Maar goed, eerlijkheid gebied moet zeggen, er zal wel waarschijnlijk aardig gerenoveerd moeten worden. We gaan even naar de woonkamer. Nou, zoals u ziet, het is een hele lichte woonkamer met heel veel glas aan de zijkant hier. En het is een type ensuite woonkamer. Wat ook leuk is, dit mooie erkertje wat erin zit. En aan deze zijde hebben we hier nog de openslaande deuren naar de achtertuin. En dit hele praktische luikje naar de keuken. Maar dan kan u hier de bestelling doorgeven. En meestal bij dit soort woningen, dan wordt deze muur eruit gehaald. Dan krijg je dat de keuken wat meer bij de woonkamer komt. Ja, dat is voor ruimtelijke perspectief wel ietsje beter. En vanuit de keuken komen we in de bijkeuken, daarna de slaapkamer en de badkamer. En we staan dus nu in het achterste gedeelte van het huis, waar ze in 1999 deze slaapkamer en deze badkamer hebben gerealiseerd. Omdat alle voorzieningen op de begane grond zitten, is het dus eigenlijk een type bungalow. In dit geval een semi-bungalow, want we hebben ook nog een verdieping. Hierboven, dit gedeelte, zit ook nog een grote bergvliering. En op de verdieping hebben we naast de overloop nog drie slaapkamers, een kleine badkamer en een tweede bergvliering. Nou, ondanks dat de mensen vroeger kleiner waren, past dit mij in ieder geval als gegoten. De tuin, die zie je natuurlijk ook gigantisch. Ja, mooie water natuurlijk. En de ligging is ook wel heel bijzonder. Want je ligt hier nou, op, denk ik, 20 minuutjes autorijden vanaf Amsterdam. En dan zit je in zo'n rustige, prachtig, natuurrijke omgeving. Nou, is natuurlijk helemaal fantastisch. Je hebt hier lekker sla, je hebt de bietjes, hier zitten boontjes, rabarber. Dus ja, de supermarkt heb je eigenlijk niet nodig. Maar mocht u naar de supermarkt willen, dus ongeveer 5 minuutjes met de fiets, dan heb je de Albert Heijn of de Jumbo. Nou, kenmerkend aan Vinkeveen, de naam zegt het al, is veengrond. Dus we hebben een slappe bodem. En dat betekent dat je alles wat je bouwt, zou je eigenlijk in ieder geval op palen moeten zetten. Nou is in dit geval ook dit gedeelte aan de voorzijde, de weg is op palen gezet. Dus die zakt niet weg. Maar gelukkig ook het huis. Nou, dit is toch echt genieten. Heerlijk. Elke moment van de dag is dit waar het om draait. Dit prachtige uitzicht, dit mooie water. Het is echt het verlengstuk van de tuin. Maar goed. Ik dank u hartelijk voor uw belangstelling bij deze woning, Baamburgse Zuwe 117A. Heeft u belangstelling, dan nodig ik u graag uit voor een bezichtiging. Tot ziens!